Ik wou met een video beginnen en ik zet mijn statief klaar. Ik verbind mijn camera aan mijn statief en ik zet alles op mijn bureaustoel. Ik doe iets anders, ik vergeet het volledig. Ik keer terug naar mijn bureaustoel. Ik ga op mijn bureaustoel gaan zitten. Dus ja, mijn statief is stuk. Dit is wat er overschiet. Oké, er komt de video nu. Houd u vast. En de zon is aan het ondergaan hier in het mooie Antwerpen. Helaas, sinds de bouw van het politiekantoor hier, ben ik de zonsondergang kwijt in het najaar. Want in het voorjaar had de zon daaronder. Prachtig. Laten we het hebben over TikTok vandaag. I love TikTok. Maar echt niet normaal. Er zit zoveel creativiteit in de generaties die achter mij komen. En I love it, mannen. Kijk uit naar de toekomst van filmmakers die begonnen zijn met TikTok in hun leven. Maar er is een heel groot probleem aan TikTok. Eén keer dat je begint, het algoritme begint je heel goed te kennen. Waardoor dat je zo van de ene video naar de andere gaat. En het is allemaal entertainment voor je brein. Het algoritme weet wat dat je nodig hebt. Dus je wordt eigenlijk iedere seconde geïnspireerd. Je bent constant aan het genieten van dwaze video's, creatieve video's. En voor de mensen die nu zijn, dat zijn alleen maar een half naakte vrouwen die aan het dansen zijn. Dat is het algoritme dat afgaat op uw behoeftes. Maar ja, dat is dus heel dubbel, want ik word echt geïnspireerd door TikTok. Ik heb een aparte map waar ik alles opsla wat ik leuk vind. Wat ik inspirerend vind. Ik verdeel het in verschillende mappen. Onder editing stuff. Zo dingen dat ik denk, wauw, dit moet ik ooit eens gebruiken in montage. Omdat het zo goed gemonteerd is. Ik heb ook een map waarin ik dingen opsla die heel goed zijn voor storytelling. Maar omdat het zo gemakkelijk is om te blijven scrollen, te blijven kijken, af en toe iets op te slaan, word ik constant afgeleid. Ik maak zelf niks meer. Ik denk bij iedere video dat ik opsla, ik ga dat ook doen. Maar ik doe het niet. Momenteel heb ik in de map video-ideeën 168 verschillende video's opgeslagen. Allemaal ideeën, allemaal dingen dat ik ooit eens wil toepassen in een van deze YouTube-video's. Dus op zich, moest ik nu fulltime YouTuber zijn, zou ik quasi niet inspiratieloos zijn. Ik zou gewoon kunnen scrollen door mijn opgeslagen video's, me laten inspireren en een nieuw video-idee hebben voor dit kanaal. Maar één keer dat ik begin te scrollen, zit ik vast. Het is een soort verslaving. Ik heb deze camera nu gewoon opgesteld, vastgenomen. Echt in een moment van, Tom, nu ga je iets maken. Er is één iets op TikTok dat mij al heel lang inspireert. En het klinkt dwaas, hè? Komende uit een 35 jaar oude man zijn mond. Ik ben echt fan van sommige TikTok-dansjes. En dit is al sinds het begin dat ik op TikTok zit. Er zijn al zoveel trends en dansjes gepasseerd dat ik denk, oh, dat ziet er leuk uit. Kijk, ik dans graag. En op TikTok vinden de beste remixes van liedjes terug. Echt de zotste dingen. Dus dat is nog maar één iets van de leuke dingen dat ik ontdek op TikTok. Maar er is momenteel een trend van een dansje. En ik wil het leren. En ik denk niet dat het een makkelijk dansje is. En ik ben ook slecht in dansjes leren. Dus ik wil mij deze week de challenge geven dat ik een dansje ga leren. Dit is toch zalig. Een remix van Just Dance van Lady Gaga met een veel te hoge pitch. En I like it, I love it. Dus ja, ik ga dat dansje leren. De volgende video dat je zult zien, is ik die dat dansje doe. Laten we al één keer dat dansje proberen te doen, zodat jullie een voor en een na hebben. Dit is voor. Oké, ik snap het dansje totaal nog niet. Maar ik geloof in mezelf. Nou, een kleine call to action, een beetje peer pressure voor mij en voor jullie. Als deze video 200 likes krijgt, wat echt al lang geleden is dat ik dat nog eens heb gehad, dan ga ik dat dansje doen op een publieke plaats. Wat doe ik mezelf dan weer aan? I'm sorry, my mistake.